Vandaag ben ik bij Jaco Geurts uit Scherpenzeel. Jaco is ledenraadslid van onze coöperatie en hij leidt BBL-leerlingen op tot volwaardige medewerkers in de varkenshouderij. Ik ga bij hem langs om hier meer over te horen. Jaco, jij leidt BBL-leerlingen op. Ja. Vanwaar je keuze voor BBL-leerlingen? Nou, ik vind het leuk om met jonge mensen te werken en ik vind het mooi om jonge mensen de kans te geven om in de varkenshouderij actief te zijn. En daar misschien ook wel toekomst te vinden. Daarom werk ik eigenlijk met BBL-leerlingen. Ja, wat wil jij het BBL-leerlingen nou meegeven? Ja, ik denk dat het ten eerste is natuurlijk de agrarische wereld. Hè? Dus je werkt met beesten en een beetje met de natuur. Je hebt aan de ene kant ben je wel gebonden, maar aan de andere kant beesten ben je wel gebonden. Maar aan de andere kant voel je altijd een soort van vrijheid. Je bent dus eigenlijk een beetje één met het werk wat je doet. En je produceert natuurlijk ergens ook nog in de voedsel. Waarom kies jij ervoor om medewerkers van ADM in Nederland in te leiden? Omdat zij de juiste netwerk hebben, het juiste contact om met de juiste BBL-leerlingen bij mij te komen. Dus ik denk dat ze heel dicht bij de sector staan, dicht bij de mensen die het werk uitvoeren. Hoe ervaar jij de samenwerking met ABM in Nederland? En die ervaar ik als zeer goed eigenlijk. Ja, het is een vrij platte organisatie die dicht bij de klanten staan. En als er wat is, dan krijg je een directe relatie weer. Of iemand die werkt bij ABM die je dan contactpersoon dienst en dat gaat eigenlijk goed. Zijn goed benaderbaar. Net tot nu toe is de ABM Midden Nederland voor mij een ideale partner geweest. Ja, op naar de toekomst zou ik zeggen. Ben jij net zo enthousiast als Jaco om jongeren op te leiden in de agrarische sector? En werk je graag samen met een coöperatie die dicht bij haar medewerkers staat? Neem dan contact op met ABM Midden Nederland.